Ja, Fabian, wat is er in hemelsnaam in Spanje gebeurd tijdens de winterstop? Ja, kan ik eigenlijk niet vertellen. Je zou denken dat er een wonder is voltrokken. Ja, een klein geheimpje van wat we daar hebben gedaan, maar het heeft geholpen blijkbaar. Maar hoe kan het nou dan? Want ja, misschien konden jullie winnen van Fortuna, dat, maar 5-1. Ja, als alles loopt, dan loopt het bij ons. Hè. Dat, als het gaat lopen, dan de bal is rond. En bij ons is dat... Bij ons werkt dat wel, ja. De bal is rond. Word je al zo'n voetballer die langzaam mediatraining krijgt? Nee, bij ons als het loopt, dan gaat het meestal wel prima. En als het niet loopt, dan is het gelijk helemaal dit. Ja, dan is het ook altijd 4 of 5-0 eraf. Ja, precies. Het is bij ons alles of niet. Dat... Maar is het dan ook niet een beetje, hè? Dan hoor je dat de Graafschap gaat op zoek naar een nieuwe spits. Ja. En dan denk je, wie is dit? Wie doet dit steeds? Frankie Olijven. Oké. Vakantieganger van het team. Maar goed, denk je dan, dan moet ik het even doen? Dan ga je even wat beter voetballen? Ja, ik dacht, ik maak het de directeur wat makkelijker. Hè? Hij zocht naar een nieuwe spits en nu hoeft hij niet meer te zoeken. Ik kan gewoon dat geld aan jou geven. Ja, precies. Ik hoorde dat ze 4 ton hadden klaar liggen, dus maak me over. Ja, maar waar ik ook aan denk, misschien moeten ze wel op zoek naar 2 spitsen. Want als jij er nu ineens 3 gaat maken, zijn er nog veel clubs die een spitsje zoeken. Stel je voor. Ja, zou zomaar kunnen. Ja, want toen naar Feyenoord was ik hier ook te zeggen van laat Qatar maar bellen. Sta je nog steeds zo daarvoor open? Ja, zeker weten. Of zijn kan nog steeds bellen? Ja, ze mogen altijd bellen. Mijn nummer is 06. Nee, grapje. maar ja, en nu, hè? Nu Excelsior, NAC. Ja. Waren jullie allemaal afgeschreven? Nu kan het ineens weer. Ja, precies. Ja. Sowieso krijgen we ook de meeste ploegen die in de buurt staan, krijgen we nog thuis. En ja, thuis zijn we een stukje beter dan uit. Dus, stukje? Een heel stuk. Dus, bij Vlaag, als ik jullie uitzie voetballen, denk ik dat het is een beetje onderin de keukenkampioen-divisie. Dat is niks, hè? Nee. Hoe kan dat nou dan? Want het is echt Fabian, het is bij Vlaag echt super slecht. En gisteren was het ook echt gewoon prima, maar het is soms ook echt super slecht. Ja, weet ik. Ik sta zelf ook in het veld, dus ik voel precies hetzelfde. Dus. Maar hoe kan dat dan? Ja, dan sla je me dood. Geen idee. Ja, maar jij staat er ook en jij bent daar niet veel beter in die wedstrijd dat het echt heel slecht gaat. Nee, precies daarom. Ik sta er nog mijn eigen helft mee te verdedigen. En dan staan we met z'n allen achterin. Maar ja, als ik wist hoe het omgezet moest worden, had ik het gedaan. Ja, want dan zien we altijd, die Henk, die jongen, die is dan altijd dan heel positief. Maar is het dan ook wel eens als je dan met 5-0 eraf gaat dat hij binnenkomt, godverdomme? Ja, tuurlijk. Ja, het is, naar buiten is het allemaal misschien gemoedelijk, maar in de kleedkamer is het wel anders vaak. Want nu Excelsior is uit, hè? Die is uit, ja, helaas. Kun je de borst weer nat maken, want dan wordt weer helder met de pet op. Ja, misschien, maar we kunnen het ook gewoon een keer omdraaien, toch? Voor de grap. Weet je waar de trainer nu eigenlijk is? Waar die nu is? Ja, die is thuis. Nee, die is aan het kletsen met de nieuwe spits. Oh, stel je voor. Ja? Met wie dan? Ja, dat wou ik dus eigenlijk aan jou vragen. Oh ja, ik heb geen idee. Dat zou je moeten vragen. Maar hoe kijk je daarna? Want kijk, weet je, jullie hebben al 2 spits. Die derde komt natuurlijk niet om achter jou te staan. Dat is eigenlijk de bedoeling dat jouw vervanger dan moet worden. Ja, maar ja, misschien ben ik dan al weg. Dus dat maakt niet meer uit, toch? Ja, is er interesse in jou getoond? Gewoon even serieus. Nul. Heb je niemand gebeld? Nee. Niet dat ik weet in ieder geval. Wat zijn je ambities nog? Dan wil je nog een keer een stap hoger op? Of heb je zoiets van, dit is mijn top? Ja, stap hoger op. Het is altijd mooi meegenomen, maar... Maar denk je dat het er is? Je weet zelf hoe goed je bent. Je weet zelf wat je wel kan, wat je niet kan. Zie jij jezelf nog hoger voetballen? Ja, ik zou het wel aankunnen. Een beetje geluk moet je erbij hebben natuurlijk. Maar ik wil wel een stap maken. Alles naar het buitenland. Een beetje avontuur. Zal me ook wel liggen. Goed voor de bankrekening ook, hè? Oh, precies. Die is leeg nu, dus er kan wel wat bij. Ja, zware tijden. Ja, zware tijden. Krekkers en water. Ja, maar wat denk je? Hè? Die nieuwe spits komt, denk je dat je in de spits blijft staan? Ik heb geen idee. Zou je de trainer even moeten bellen? Maar je hebt toch zelf ook wel gesprekken van, joh, je wist dat er een nieuwe spits komt. Dan loop je op een gegeven moment toch wel naar hem toe van, kom ik op de bank terecht? Nee, hij kwam naar mij toe en hij zei van, maak je niet druk, dus dat hoef ik dan ook niet te doen. Dus die wordt gewoon voor de breedte gehaald, ja. Jij blijft dan gewoon staan? Precies, voor de breedte hebben we altijd spelers nodig. Dat is lekker, die geruststelling. Ja, zeker. En nu, Excelsior en NAC, sta je daarna nog op de laatste plek? Het is niet de bedoeling in ieder geval. Kunnen we die afspraak maken? Dat gewoon... Ja, vorige keer hadden we ook afspraak gemaakt, toen ging het niet goed. Nee, toen eindigt die onderaan, ja. Ik denk dat je een beetje ongeluk brengt, dus ik zal maar niks meer zeggen. Laten we gewoon zeggen dat je ze allebei verliest. Dan gebeurt het omgekeerd. Wij verliezen ze allebei.